Het Centraal Hoofdstembureau CAS zal dinsdag de uitslag van de verkiezingen vaststellen. De openbare zitting wordt gehouden in Sanabudaya om 10:30 's morgens. Nadat dit orgaan de uitslag heeft bekendgemaakt, zal het onafhankelijk kiesbureau OKB de verkiezingen al dan niet bindend verklaren. Nadat de uitslag formeel is vastgesteld door het CAS, hebben de gekozen leden 2 weken de tijd om een verkiezing te aanvaarden. Dit document maakt deel uit van de geloofsbrieven. En assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons is bezig met de voorbereidingen, zodat de nieuwe leden op 29 juni kunnen worden toegelaten. De huidige Nationale Assemblee is op 30 juni 2015 aangetreden. Voor die datum moeten de nieuwe leden worden toegelaten.